Ik zie hier dat ze met mij bezig zijn. En hier word ik de ambulance ingedragen. Ja, als ik het nu weer zie, vind ik het toch best wel heftig eigenlijk. Een jaar geleden lag ze nog in het ziekenhuis. En nu traint Colette Gomez uit Eibergen voor de marathon. Eerder, als ze aan het trainen is, loopt het bijna fataal af. Want in een tunneltje tussen Neede en Eibergen raakt ze twee andere fietsers en belandt ze in een coma. Ja, dat gaat heel goed. Conditioneel is er niet zo heel veel aan de hand, hoor. Je ziet niets aan Colette als je haar ziet rennen. Maar vorig jaar op 23 april gaat het mis als ze op haar racefiets traint voor een triathlon. Ik had 5 uur gefietst. Ik had een duurtocht gefietst. Ik ging lekker naar huis inderdaad. Gewoon rustig op mijn dode gemakje naar huis. En toen? Ja, toen fietste ik richting de tunnel. En daar kwamen twee mensen mij tegemoet. En verder weet ik het niet meer. Foto's vertellen haar dat ze ontzettend veel geluk gehad heeft. Ik zie hier dat ze met mij bezig zijn. En hier word ik de ambulance ingedragen. Ja, als ik het nu weer zie, vind ik het toch best wel heftig eigenlijk. Na het ongeluk ligt Colette 5 dagen in coma en daarna nog 20 weken in het ziekenhuis. Ik ben heel dankbaar hoe ik er ben uitgekomen. En dat zegt mijn arts ook, dat ik abnormaal snel hersteld ben door mijn goede conditie. Colette is nu volop in training. Ze gaat in oktober voor het eerst weer een marathon lopen en wil daarmee geld inzamelen voor de Hersenstichting. Ja, weet je, ik vind het zo'n belangrijk doel. Zeker natuurlijk ook naar wat ik zelf meegemaakt heb. Maar ja, ze zeggen dat het de grootste ziekte van Nederland wordt, iets met de hersenen. Dat vind ik gewoon echt heel erg heftig. En iedereen wil gewoon gezonde hersenen.